Hallo en welkom bij een nieuwe Kubus video. Het algoritme wat ik je vandaag wil leren is als je met de tweede laag bezig bent, in het geval dat je laag voor laag werkt. Maar het is ook handig als je de eerste twee lagen tegelijk oplost. Het algoritme duwt dit blokje hierheen. De naam van dit algoritme is 3 keer heen. Twee keer terug. Nou, eigenlijk is het maar 2,5 keer, maar dat bekt niet zo lekker. Dus 3 keer heen is hoe het heet. Ik doe het eerst een keer voor. Dus 1 rechts. 1. 1. 1. 1. Nou dus terug. 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 En nou is dit blokje hier terecht gekomen en heb je dus de eerste twee lagen opgelost. Het is belangrijk dat je de stukjes goed aansluit. Dus de rood, als ik hier de rood-groene heen moet, dan wil je dus dat de rode aangesloten zit. Heen. 1, 1, en nou terug, terug, en dan hebben we de rood-groene opgelost. Nou, hier hebben we de blauw-rode zitten. Dus het handige van dit algoritme, je kan dit natuurlijk ook spiegelen en met je linkerhand doen. Dat blijft hetzelfde, maar je kan het ook spiegelen als je hem hierheen zou willen in plaats van dit gat. Dus 1. Heen. Heen. Terug. Terug. Hoppatee. Daar hebben we de rood-blauwe opgelost. Dan hebben we hier de oranje-blauwe zitten. Hoppatee. Het handige van dit algoritme is ook dat je de kubus niet hoeft te draaien tijdens het algoritme. En dat maakt het makkelijker om vooruit te kijken naar wat je als volgende stap wil gaan doen. Nou, de allerlaatste is dus de groen-oranje. Het vooruitkijken terwijl je een algoritme aan het doen bent, dat scheelt het meeste tijd van alles. En zo heb ik de eerste twee lagen opgelost. Dankjewel voor het kijken.